Welkom allemaal op mijn eindpresentatie. Het is een beetje een andere setup, maar het moet ook werken. Dus ik ga jullie in deze presentatie meenemen in mijn verhaal, van hoe dat ik eigenlijk ben gestart aan mijn LIFE-project tot hoe dat ik ermee ben geëindigd. In grote lijnen zal ik het hebben over volgende zaken, waarbij als eerste dat ik dus ga een probleem gaan schetsen bij de organisatie en ook welke rol dat ik mezelf heb toegekend doorheen het volledige proces. Bij nummer 2 ga ik het hebben over welke problemen dat er op mijn pad kwamen te liggen en hoe dat ik er zelf mee ben kunnen omgaan. En dan nummer 3 gaat dan eigenlijk over welke resultaten ik toch heb kunnen verwezenlijken en welke key takeaways ik meeneem naar volgende projecten. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Als student netwerk economie heb ik eigenlijk afgelopen 2 jaar een mooie bagage aan methodes, inzichten en technieken meegekregen. Dat was eigenlijk aan het klaarstomen waren om dat te gaan gebruiken in de echte wereld. Ik heb dus de kans gekregen afgelopen semester om dat te mogen doen in 2 prachtige organisaties. De eerste organisatie was de zorggroep Hele Hart in Kortrijk. Daarbij heb ik mij mogen focussen op een interne communicatie, op interne communicatieproblemen, wat dat dan heeft geresulteerd in een adviesrapport. Dan de tweede stage, dus mijn LIFE-project, waar ik dus 3 maanden stage heb gelopen, is dus bij welzijnsvereniging Dak in Knokke-Heist. Nu, welzijnsvereniging Dak in Knokke-Heist, die beschikt eigenlijk over 3 verschillende residenties, waarbij dan ze over de 3 verschillende residenties een aanbod hebben aan woonzorg, kortverblijf en assistentiewoningen. Nu, welzijnsvereniging Dak heeft eigenlijk ook enkele problemen, dat ik heb opgedeeld in 2 hoofdprojecten. Enerzijds project extern en project en anderzijds project intern. Project extern focust hem op het uitvoeren van een digitale transitie aan de hand van webdesign, allerhande tools om te implementeren in de website en eigenlijk over het algemeen een nieuw soort van imago gaan creëren voor de organisatie. Project intern is een beetje gelijkaardig aan mijn beleidsassistentiestage, waarbij dat er ook interne problemen waren, interne communicatieproblemen, die kunnen worden opgelost door het maken van een BPMN en eventueel interviews met medewerkers. Om dan eigenlijk zo te pinpointen op het BPMN waar dat problemen juist liggen. Maar nu, hoe begin je eigenlijk aan zo'n project? Wij hebben ook voorbereidingen gedaan en dat zijn dus de 5 methodes die we gebruiken die een enorme hulp waren bij het starten van mijn LIFE-project. Nummer 1, Business Model Canvas, die eigenlijk per project meer specifiek ingaat op wat dat het project inhoudt. Dan de Kumu, die eigenlijk een volledige systeemkaart weergeeft van welke factoren erop, welke andere factoren inspelen. Dan stakeholder analyse, is eigenlijk een grote hulp geweest om te weten bij welk project welke doelgroep hoort en op welke doelgroep je je focus moet leggen. Dan ook nog de multikapitalenmatrix. Op dit moment is dit nog de SS-situatie, maar wanneer er dus meerdere doelstellingen worden geformuleerd, gaat het dan naar een to-be-situatie. En dan als laatste heb ik dus ClickUp gebruikt om grote taken onder te verdelen in kleinere taken en dat eigenlijk toe te kennen aan dat project extern en dat project intern. Dus met dat volledige pakket aan informatie ben ik eigenlijk naar mijn naar de organisatie toegestapt en hebben we tot een besluit gekomen. Zij worden hun prioriteit leggen op het project extern. Dus het eerste wat ik heb gedaan, de eerstvolgende stap dat ik heb ondernomen, was dus doelstellingen gaan formuleren. Dat zijn nu niet de effectieve, de werkelijke doelstellingen, maar een algemeen beeld over waar dat het gaat, over wat het gaat. Er is een doelstelling die hem focust op het HR-management, op een verbetering van het HR-management, op het creëren van een gebruiksvriendelijke website en de navigatie ervan. Dan ook nog de activiteiten naar het openbaar. Het zit in de vlieg. De activiteiten dat men in de organisatie organiseert, eigenlijk openbaar gaan plaatsen op een aantrekkelijke manier. En dan nog de werklast van de werknemers verminderen voor wanneer ik eigenlijk weg ben. Dat de werknemers verder de tools zelfstandig kunnen gaan gebruiken. Dus eigenlijk ben ik als het ware in een nieuwe wereld gesmeten geweest, van student naar nieuw jong professional in de welzijnsvereniging, in de zorggroep sector.
En om te beginnen aan dat project extern heb ik me eerst wat meer kennis moeten opdoen in verband met Conbel WordPress voor de webdesign effectief uit te voeren, Adobe Illustrator om aan logo design te doen, voor eigenlijk dat nieuwe imago te creëren voor de organisatie, en Adobe Photoshop, dat voornamelijk is gebruikt geweest om foto's te reduceren en om eigenlijk de website zo optimaal mogelijk te laten lopen. Maar niet alleen voor mij persoonlijk was het dus een aanpassing, het was ook een aanpassing voor de organisatie. Ik ben dus van begins af aan met een vaste structuur begonnen en dat was eigenlijk om de begeleiders die mij opvolgden eigenlijk in te leiden of mee te delen welk progress dat ik aan het maken was. Dit aan de hand van OneDrive, OneNote en ClickUp. OneDrive was eigenlijk vooral gebruikt om tussentijdse documenten erop te slaan. OneNote was gebruikt voor mijn dagboek, waar ik dus dagelijkse research in noteerde. En ClickUp was dus om te zien welke taken ik over welke periode ging uitvoeren. Maar nu bij het uitvoeren van mijn persoonlijke taken, dus werken met webdesign, kwam er eigenlijk al enkele problemen aan het daglicht. Mijn structuur, mijn manier van aanpak was dus om eerst een structuur te creëren in een kladblok. En ik heb hiervoor OneNote gebruikt. De problemen kwamen naar boven wanneer dat mijn begeleiders eigenlijk niet wisten of geen goed beeld hadden over hoe dat de website er uiteindelijk ging uitzien. Dus dat heeft mij eigenlijk een soort van gepusht om al te beginnen met de website te gaan creëren. En dat heeft eigenlijk voor enkele slechte resultaten geleid. Dus enerzijds had ik geen overzicht over wat ik eigenlijk eerst ging aanpakken. Ik had geen structuur. Ze hadden mij eigenlijk de volledige vrijheid om een website op te stellen. Daarom is er ook enorm veel tijd verloren gegaan, omdat ik op elke pagina eigenlijk aan het uitproberen was, iets nieuws aan het uitproberen was, wat dat eventueel wel interessant is om erop te zetten. Wat dat dan uiteindelijk heeft geleid in een onafgewerkte website, maar daar kom ik dus morgen op terug. Een tweede probleem was de back-and-forward emailing met enerzijds Conbel en anderzijds de template die we hebben aangekocht, dus de voorgeprogrammeerde website die we dus gebruikten bij de webdesign. Met Conbel zat ik enorm veel in contact, omdat er daar een paar crashes van de server waren gebeurd bij het terugzetten van een backup. En bij Pixford waren er dus bij die template waren er ook redelijk veel problemen. Wat dat dan uiteindelijk heeft gezorgd voor een uitstelling van de meetings. Ik wou dus wekelijkse meetings gaan organiseren, waarbij dat ik mijn progress van afgelopen weken of van afgelopen week ging overlopen. Dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die meetings waren uitgesteld, omdat ik niet kon voldoen aan mijn eigen taken binnen de tijdsperiode dat ik eraan heb toegediend. En dan het derde is dus effectief de Scrum framework. Dus ik wou dus wekelijkse meetings gaan organiseren om eigenlijk kort op de bal te spelen met de organisatie om snel feedback te krijgen. Maar die feedback kwam eigenlijk niet zo snel, gewoon omdat het feit is dat MAT team heeft dus de uiteindelijke beslissing over wat dat er op de website mag en wat niet. En zij komen elke 2 weken samen. Dus ik als student geef dus alle informatie door aan mijn begeleiders, de tussenpersoon, die dat dan doorgeven aan het MAT team. Dus natuurlijk komt er een soort van delay tussen, waarbij ik niet zo snel kort op de bal kon spelen. En dat heeft eigenlijk geleid uit een stopzetting van de wekelijkse meetings. En dat is eigenlijk overgegaan naar wekelijkse mailings in de plaats. En dat heeft eigenlijk ook een beetje gezorgd voor een chaos in informatie. Alle mails die werden opgesteld, was eigenlijk een beetje te bombastisch om een overzicht te hebben van wat er allemaal moest gebeuren. Maar met de vorige problemen dat ik dus heb aangehaald, kun je dus niet blijven stilzitten. Je moet dus altijd een andere manier vinden om daar rond te werken. Dus enkele resultaten dat ik toch heb kunnen verwezenlijken, is dus een handleiding opmaken voor de personen die een blogartikel schrijven, voor de mensen die een vacature online moeten zetten, etc. Dan een tweede iets is ook een enquête dat ik heb opgesteld, dat ze kunnen doorsturen naar de verschillende doelgroepen om eigenlijk een website achteraf aan te passen.
Dan met Adobe Illustrator heb ik dus een nieuw logo ontworpen. Dat was eigenlijk ook iets volledig nieuws. Een prachtige website ontworpen van Scratch, dat eigenlijk ook gebruiksvriendelijk is voor de wat oudere doelgroep die op die website terechtkomt. En dan nog een multi-kapitalenmatrix, en dat is dus de effectieve to-be-fase. Maar morgen zal ik daar eens meer specifiek op toespitsen. Maar nu, wat heb ik eigenlijk geleerd uit dat volledige proces? De drie hoofd-key takeaways dat ik dus meeneem naar volgende projecten is dus 1. Eerst observeren en luisteren en dan pas handelen. Dat gaat dus hand in hand met mijn eerste probleem dat ik had vermeld, waarbij dat ik dus eerst een structuur wou opmaken in de OneNote, op een kladblok, en dan pas achteraf met die volledige structuur naar de organisatie ging toegaan. Dat ik dan met die volledige structuur op de organisatie zou afstappen. Dus dat is iets voor in het vervolg. En dan, jij bent de timekeeper in de meetings. Bij het begin, bij die scrum meetings dat ik had ingepland, had ik 1 uur tijd ingepland, maar dat was uitgelopen tot 2 à 3 uren. Dus vandaar, je bent zelf timekeeper in de meetings. En dan nog een derde iets, zelfzeker zijn van je eigen werk. Je werk dat je maakt is relevant voor de organisatie en er een mooie 100% van zeker zijn. Dus tot morgen, bedankt en hopelijk weten jullie wat meer.